Hey, hallo iedereen en welkom hier bij Bucks Music. En vandaag bekijken we, heb je al gehoord, een hele mooie betaalbare akoestische gitaar. En het is eentje van Ibanez. En je weet, Ibanez heeft niet altijd de meest sexy naam. Want het zijn natuurlijk wel heel goede gitaren, maar ik moet het altijd aflezen. Het is de Ibanez AAD50CE Advanced Acoustic Light Brown Sunburst. Altijd een hele mond vol, maar voilà, hier is ze dan. En je ziet het onmiddellijk. Het eerste wat we moeten zeggen over een akoestische gitaar is eigenlijk de shape, de grootte van de body. Die varieert van hele kleine tot hele grote klankkasten. Dit is een Grand Dreadnought. Dat is eigenlijk de afmeting van de body hier en de diepte ook. En je ziet het, is eigenlijk een iets grotere. Eigenlijk ook breder, maar niet zo heel breed. Maar toch wel een iets grotere body. Natuurlijk, het grote voordeel van een grote body is natuurlijk een hele rijke klank met heel wat bas erin. Dus ik ben normaal gezien zelf ook voor iets kleinere bodies. Maar als ik dan op deze gitaar speel, dan hoor ik echt wel het verschil dat dit echt volumeus natuurlijk wel een stuk groter is en ook dat het iets rijker is qua klank. Dat is natuurlijk het voordeel hier van de speakers, van de klankkast. Dus voilà, dat heb je natuurlijk wel. Dus dat is ook een voordeel voor mensen die bijvoorbeeld met een zangeres of een zanger werken of met andere instrumenten erbij en je gebruikt bijvoorbeeld geen akoestische versterker. Dan ga je met deze gitaar wel een stuk luider spelen dan met een iets kleiner formaat. Nu, in deze preview en in deze review gaan we via de Blackstar Sonnet. Dat is een akoestische versterker. Ik speel altijd toch wel liever door een akoestische versterker, omdat je dan gewoon die extra punch, het hoeft absoluut niet heel luid te zijn, maar het is toch gewoon een akoestische versterker, heeft altijd die, een beetje meer bas. Je kan er ook, er zit altijd reverb op en reverb met een akoestische gitaar is altijd zo mooi. Dus, en akoestische versterkers zijn er eigenlijk in alle prijsklassen, dus, maar dat geeft toch wel altijd een iets breder spectrum, iets mooier om naar te luisteren. Anyway, dus we zitten hier met deze hele mooie Ibanez. Je ziet het dus. De body shape heeft ook een cutaway. Hij is natuurlijk wel heel goed voor akoestische gitaristen die ook wel een solotje uit de mouw durven schudden. En normaal gezien stoppen de meesten rond fret 12. Een ander groot deel rond fret 14. En dan gaat hier natuurlijk de body verder. En dan wordt het al moeilijk om bij deze frets te raken. Natuurlijk met die cutaway, problem solved. Het is heel makkelijk hier
om tot aan de 20ste fret hier te raken. Je ziet misschien ook, het is een light sunburst, een brown sunburst. Heeft eigenlijk een volledige matte finish. Eigenlijk altijd goed, altijd goed. Speelt heel snel, heel... het is toch altijd een beetje extra behandeling, maar die toch heel goed voelt. We hebben een solid Sitka spruce top. Heel mooi. Voor alle duidelijkheid wil je nu al eens checken naar de prijs, want die is echt wel super, super goed. De prijs is fantastisch. De link staat natuurlijk in de omschrijving. En dan hop je naar onze website Bakshop en daar zie je natuurlijk alle technische specificaties en millimeters en inches en nutbones en whatever. Ik ga het hier zoals gewoonlijk meer over het gevoel en de sound en het objectief gedeelte van de review hebben. Anyway, dus een solid Sitka spruce en we hebben een Sapele zee achterkant en hier ook de hals. Sapele is eigenlijk, wordt een beetje hedendaags veel gebruikt. Zeker met gitaren die uit het oosten komen. Deze komt ook uit Indonesië, als ik me niet vergis. Ik ga heel even kijken. Maakt eigenlijk niet zo heel veel uit, maar ik denk Indonesië. En daar wordt eigenlijk Sapele wordt eigenlijk wel heel vaak gebruikt. Gewoon een andere houtsoort. En je kan niet dezelfde houtsoorten blijven gaan gebruiken. Dus je ziet dat heel veel, dat men op zoek gaat naar varianten die eigenlijk ook een beetje klinken zoals de maple of andere heel populaire houtsoorten van vroeger. Een mooie structuur in deze Sapele. Je zou het eigenlijk gewoon ook niet zeggen, mocht je het niet weten natuurlijk. Heel mooi detail is de dubbele zwarte binding hier op de body. Dat is heel mooi. Ik vind een binding altijd top. Je ziet ook hier aan de cutaway, ben ik eigenlijk nog vergeten, je ziet hoe mooi dat ze toch eigenlijk gemaakt hebben om het toch zo ergonomisch mogelijk voor de... Ja, het ligt echt perfect in de hand hier zo. Voilà. Dus we hebben een hele makkelijke nek. Ze noemen het ook C. De meesten noemen het eigenlijk C. Het wordt eigenlijk altijd gemaakt om diezelfde standaard, om datzelfde standaard hand toch wel niet te veel moeite te geven om te spelen. Vrij vlakke radius, maar dat voel je absoluut niet. De bovenste houtsoort was, en ik ga heel even spieken, maar ik denk... De Purple Heart noemt dit. Purple Heart. Het is eigenlijk weer zoiets. Hè. We zoeken dan varianten voor Rosewood of Ebony. En dit is Purple Heart. Eigenlijk wel een heel coole naam. Hè. Dus voilà. Kleine tip voor de akoestische gitarist. Als je zo'n nieuwe akoestische gitaar koopt, eigenlijk welk merk, welke size, wat dan ook... Die gitaren die leggen hem weg af voordat ze naar ons komen. En je ziet eigenlijk altijd wel een beetje dat dit wat uitgedroogd is. En dat is compleet normaal. Hè. Heel goede tip is bekijk onze onderhoudsproducten. Er staat ook trouwens een video of er staan enkele video's op ons YouTube-kanaal van hoe je dit best een beetje beschermt. En het is eigenlijk heel eenvoudig. Het is een beetje... inolien en een beetje poetsen en dan gaat het echt super mooi blinken, gaat dat heel donker zijn. Gaat echt super, super leuk zijn om mee te spelen. Oh, een beetje details hier rond de rosette. We hebben eigenlijk een piezo element dat hier ook in zit. Je ziet het hier. Hier stop je eigenlijk ook een batterijtje dat erbij zit. En dan hebben we een tuner, een heel makkelijke tuner, bass, treble en volume. En hier de ingang geeft je zowel een jack als een XLR. En je hebt ook nog strap holders, heb je ook nog. Voilà. En dan heb je eigenlijk een zeer, zeer betaalbare, goede Ibanez of Ibanez gitaar. En dat is, en nu ben ik de naam weer kwijt, de AAD50CE Advanced Acoustic Light Brown Sunburst. Hoor je dat bijvoorbeeld door deze Blackstar, dan krijg je... Trouble. Bas.
dat is natuurlijk niet echt aangeraden om dit op 10 te zetten, maar je zoekt natuurlijk wel onmiddellijk een beetje een sound dat je zegt van oké, naar de omgeving toe, naar de versterkers toe. En zo kan het natuurlijk uren en uren blijven doorgaan, want het is altijd superleuk als je een goede akoestische gitaar hebt die betaalbaar is, die er goed uitziet. Klank is rijk, volumeus, cutaway, heel makkelijke modern hals. Natuurlijk de versterking, de tuner. Vergeet niet van de jack uit de gitaar te halen als je hem niet gebruikt, want anders loopt die batterij natuurlijk onmiddellijk leeg. En vooral, er zitten eigenlijk wel nog zeer goede snaren op, dus die hoef je eigenlijk ook niet te vervangen. Dus je kan onmiddellijk aan de slag met deze Ibanez of Ibanez AAD50CE Advanced Acoustic Light Brown Sunburst. Voilà. En natuurlijk staat de link in de omschrijving en dan hop je naar onze website en hopelijk is ze in stok en dan kan je ze eigenlijk onmiddellijk bestellen. Is ze niet in stok, don't worry, reserveer ze gewoon en ze komt heel snel naar je toe. Voilà, vond je dit een leuke video? Geef het zeker een like, vind het altijd top. Heb je vragen rond dit of andere producten? Stel ze zeker in de comments en vergeet ons niet te volgen op andere socials zoals Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok. En wat er ook nog is of komen zal. Voilà, mijn naam was Tom. Heel bedankt om te kijken. Tot binnenkort. Bye bye.